Oké, vandaag gaan we dus even terug in de tijd. Net dat ik eigenlijk op de boot ben gaan wonen. Ik had al in mijn eerdere video's verteld dat we dingen zouden gaan veranderen. En dit is een van de dingen die nodig moet veranderen. De tent die erop zat is namelijk gaar. En in de video dat ik samen met mijn vader ging terugvaren, was ik even bang dat ik deze tent al niet meer zou hebben voordat ik mijn doel zou bereiken om hier aan te komen. Ik ben natuurlijk weer meteen op zoek gegaan via Google naar een zeilmaker in de buurt. En bij toeval stuitte ik op een bedrijf die eigenlijk helemaal... Ik zocht namelijk in de regio en uiteindelijk kom ik helemaal niet in de regio uit. Heel stom is dat. Het was nou gewoon dat Google zei van... Dit is de zeilmaker en die klikte ik aan en ik zag heel veel leuke reacties. Ik denk, ik ga eens contact opnemen met deze zeilmaker. Nou, en zo geschiedde. Zo kwamen we dus in contact met deze zeilmaker. En we gaan ze eventjes aan jullie voorstellen. We hebben het over niemand minder dan Piet en Bianca. En Piet en Bianca, dat is dus een stel dat samen een zeilmakerij runt. Goed. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Zo, daar is Piet. Ja, hey. Aan de hand van wat maten heeft Piet al een buis voorbereid. Deze gaan we nu samen monteren, zodat we kunnen zien hoe de tent er ongeveer uit gaat zien. Net gemist, ja, doe het maar even overnieuw. Ik doe nog beroep, Piet. Ja. Wat? Ik ga nog wat meten. dat je beroemd wordt. Oh ja, nee. Nou ja, die man heeft altijd iets met zijn oren. Dat wist ik al. Dat wou je niet horen. Net opvangen voordat hij in het water ligt. Net opvangen voordat hij in het water ligt. Ja, dat ook inderdaad. Maar ik bedoel, omdat je alles filmt. Ja, ja. Denk, dan volgend jaar zo in één keer ergens, kom ik zo'n ergens een tent tegen op een boot. Dat dan Ruud Zwagerman sails op. Ja, dat is... Ja. Ik geef jou de opdracht, ik zet mijn naam erop. Dan kan je alles nadoen, omdat je dan weet hoe het komt. Ja. Zelfde zaag mee. Ja. Een compleet andere boot van de tent. Mag wel even je koffie drinken hoor, Piet. Ja, weet ik niet. Ik zie dit, hè. Dat heb je thuis nog nooit. Nee. Piet, ik begin nou met filmen, want als je dan valt, ja, hebben we een leuk verhaal. Dan mis je hem. Ja. Ik zal het vaker de touw dansen ook. Ja, maar goed, je valt er misschien wel vaker in, maar nou ligt het vast. Nee, dat zal er niet vaker in. Maar ja, dat is nee, dat inderdaad is een nooit. Oké, afkloppen. Film. Vroeger wel altijd. Natuurlijk viel ik altijd in het water. Ja, dat is een lering voor nu. Het is wel een leuke aanvulling op het filmpje. Ja, dat is ook wel. Ja. Ja, wel wat meer. Krijgen we misschien nog meer kijkers, Piet? Likes en dat soort dingen straks. Ja. Dan mag je ook vaker komen. Ja. Het is zo geweest dat hij niet in het water was gevallen, maar wel echt hozen. Ja. Nou, dat hij dus in zijn onderbroek is, zijn auto staat met zijn stoelverwarming aan. Ik heb meestal wel een handdoek bij, want ik surf, dus ik heb een surfspul eigenlijk al erin. Dat is wel makkelijk, ja. Dus wat dat betreft... Nou, dat is gelijk een winterjas. Ja, het begint ook echt de vorm te krijgen nu van de tent. Ja, mooi is dat, hè? Ja. Maar we hadden toch die andere kant moeten doen, dan had je wat meer ruimte om te vallen. Ja.
waarom denk je dat hij deze kant gekozen heeft? En na een lange tijd van knippen en plakken ontstaat er echt al een heuse tent. Je krijgt ook al goed zicht over waar de ramen komen. Ja, ziet er goed uit, Piet. Goed, het is een tijdje terug dat Piet hier was natuurlijk. Doe even alsof, want deze video had ik al lang opgenomen. Maar goed, maakt niet uit. Het gaat erom, we zijn dus, Piet is hier geweest. En we gaan dus nu een kijkje nemen bij Piet op de zaak. Hoe dat nou in zijn werk gaat. Hoe maakt hij zo'n tent? Hoe doet hij dat? Ik ben reuze benieuwd. We gaan even kijken. Wij gaan langs bij Piet en Bianca. Goedemorgen Piet. Hey, goedemorgen. Nou, we zijn bijna klaar, hè? Ja? Laatste stukje. Als Piet op dit moment met een tent bezig, zou het natuurlijk wel heel toevallig zijn als het mijn tent is, Piet. Nee. Het is een andere tent. Die van jou redden we niet voor kerst. Nou, lekker weer. Ik dacht dat wij een deal hadden voor de kerst. Tentje klaar, maar. Ja, dat moet het beste geduld. Wat ik mij alleen af zat te vragen, Piet. Die beugel die je hebt gemaakt voor die boot, waar buig je dat nou mee? Daar krijg je een los pols een beetje met een waagmalletje. Die staat er tegenaan. Oh, daar, dat plankje uiteraard. Hey, jij bent de kracht van de buigmachine. Een beetje brute kracht en. Ja, dat zou ik wel ook. Ja, daar komt nooit echt een elektrisch apparaat aan te passen. Maar je kan daar ook. Je hebt apparaten die met een lange arm eraan en dan. Dat is op zich iets aan nodig. Nou, we laten Piet even lekker verder werken aan de tent. Hij is op het moment ook nog met een ander project bezig. Is hij samen met Bianca nog iets aan het maken voor een andere klant, uiteraard. Hier moet kijken wat een gigantische machine is dit om te zien, alleen al. Heb je natuurlijk ook nodig voor het hele stugge werk. Boven vinden we de afdeling voor het maken van kussens. Tijd voor de transformatie. Ik heb de tent ook groter laten maken. Ik heb dus nu het volledige achterdek helemaal overdekt met deze tent. Dit is natuurlijk niet alleen handig voor de zomer, maar het is natuurlijk ook super praktisch voor als je nog dingen wil doen aan de boot. Nou mensen, ik hoop dat jullie het in ieder geval een leuke video vonden om naar te kijken. Ik zou zeggen, like en abonneer.